We hebben de uitslag van Lexie het DNA-onderzoek binnen. Hieruit is gebleken dat zij dezelfde ernstige variant heeft als haar broer Ryan. Wat haar behandeling betreft, zal zij voorlopig om de zoveel weken een bloedtransfusie krijgen. En wellicht in de toekomst, net als haar broer, een miltverwijdering. We hadden het natuurlijk ergens verwacht, maar niet gehoopt. Je hoopt altijd dat je kind gezond wordt geboren. En dan is het toch wel elke keer weer een domper als je te horen krijgt dat je kind sferocytose heeft. Net als haar broer en zus. Daar vinden we onze weg ook wel weer in. Maar het kan soms heel moeilijk zijn. Maar we hebben een heel vrolijk meisje. En dat houdt ons op, als ouders zijnde op de been. Als je dus veel van die kleine ronde celletjes ziet, dan is dat indicatie voor sferocytose.